Hallo daar! Het is voor mijn gevoel echt een eeuw geleden dat ik tegen de camera gepraat heb. Maar hier ben ik weer. Dat ik er zo'n lange tijd niet ben geweest, heeft te maken met het feit dat ik sinds een maand stage loop. Het is echt mega druk, maar ik heb het echt onwijs naar mijn zin. Eigenlijk wilde ik jullie vandaag een kijkje geven op mijn stage, maar een beetje onhandig van me, want ik heb mijn SD-kaart op mijn stage laten liggen. Dus ik beloof dat die er nog aankomt. Ben je nou ook op zoek naar een leuke stage? Pak een kopje thee, ga ik jullie een aantal tips geven voor het vinden van een perfecte stage. Tip 1. Ga na wat voor jou belangrijk is in een stage. Welke branche vind je interessant? Wat zou je willen leren? Wat voor werksfeer vind je fijn? Wil je in een start-up stage lopen of in een groot bedrijf? Als je al deze dingen voor jezelf nagaat, krijg je een beeld van wat jouw wensen zijn. En kan je bij het zoeken naar een stage kijken of het bedrijf wat je leuk lijkt aansluit bij jouw wensen. Tip 2. Natuurlijk de stagebanken. Onder velen van jullie waarschijnlijk wel bekend. Mediastages.nl. Hier zetten bedrijven die op zoek zijn naar stagiaires een vacature op waar studenten dan weer op kunnen reageren. Heel handig en de meeste grote bedrijven gebruiken deze website dan ook wel. Maar je hebt ook andere wat minder bekende websites zoals freshheroes.nl. Daar heb ik bijvoorbeeld een stage vandaan. Ook kan je een kijkje nemen op de stagebank van MIC en CO. Hier bieden bedrijven ook stageplekken aan. En super handig al dat het dan via je opleiding is. Waar je ook kan kijken voor een stagevacature is op de social media van bepaalde bedrijven. Social media kanalen zijn in de mediabranche super belangrijk. Dus hou het bedrijf waar jij graag stage wil lopen in de gaten op social media. Zo blijf je op de hoogte en ben je er straks als eerste bij. Als je dan een plek hebt gevonden die jou leuk lijkt, dan moet je natuurlijk solliciteren. Zorg dat jouw cv en motivatiebrief origineel is en daaruit springt. Bedrijven krijgen superveel reacties op hun stagevacature. Daarom moet je zorgen dat je opvalt. Zorg bijvoorbeeld dat je cv een leuk kleurtje heeft, of dat die mooi grafisch is vormgegeven als je dat kan. Of stop je motivatiebrief in de vorm van een filmpje. Zo laat je al zien wat je kan, is het origineel en spring je eruit. En heb je een grotere kans dat je wordt uitgenodigd voor een stagegesprek. Mocht er nou een bedrijf zijn die geen plek aanbiedt op dat moment, maar je wil er toch heel graag stage lopen, trek dan de stoute schoenen aan en stuur een mailtje, bel of ga langs. Als jij dit initiatief toont en enthousiasme laat zien, dan willen ze misschien juist wel dat jij hun stagiair wordt. Omdat je inzet toont en lef laat zien, heb je een grote kans dat ze misschien toch wel een uitzondering op de regel maken. Wat niet geschoten is, altijd mis. Ik heb een aantal van deze dingen zelf gedaan en dit heeft me echt een onwijs leuke stage opgeleverd. Mochten jullie nou nog meer tips willen over stage lopen of het stagegesprek voeren of de stageprocedure op een hogeschool, laat het dan eventjes weten in de reacties. En dan ben ik ook wel eens benieuwd, heb jij al wel eens een stage gelopen? Dit was het dan voor nu. Ik ga verder met mijn thee opdrinken en binnenkort krijgen jullie een kijkje op mijn stage. Hier kan je abonneren en tot de volgende keer. Doeg!